Welkom bij Kashmir, een Pakistaanse India's tandoori restaurant. We hebben 7 dagen in de week een lopend buffet voor maar €14,95. Daarnaast bieden wij ook andere specialiteiten aan. Ook bezorgen wij aan huis. Daarnaast biedt Kashmir ruimte voor 120 gasten voor al uw feesten en partijen. Tot snel bij Kashmir! Beste kijkers, welkom bij HIT. Deze week hebben we een item over de economische betrekkingen tussen Nederland en India. Die werd gehouden in Den Haag. Daarnaast hebben we een verrassend item over onze eigen Haagse wethouder Rabin Baldeusin. En voor de mensen die denken dat onze wethouder alleen maar lintjes doorknipt en toespraken houdt, guess again, hij heeft een hele andere kant. Wil je weten wat het is? Blijf dan zitten waar je zit en check het, exclusief op HIT. प्यार नशा में नाचे है हमार मन पर चढ़ के सांस लेवे दम तो के ना घुंघरू की आवाज छन के है नस नस में डबल है काटे खून ना होशियार रहो कांचनी देवी बस में रख अपन आवाज के जड़ा डर बदन में बीगे आगी घुंघरू बने ना फांसी हो De liefde danst in een dronken bui op de rimpels van mijn ziel en jij snakt naar adem. Het geluid van de schellen rond jouw enkel dringt diep door in mijn ziel. Ik kan het niet meer aan. Voorzichtig, o danseres, beheers je. Demp dit verleidelijke gerinkel. De angst overdondert mijn lichaam, de vlammen onbeheersbaar. Straks wordt de schellensymfonie nog mijn galg, o lief. Hartelijk zwaagt Jeevan ke Gaan. Dat is de titel van de cd. Yaad is herinnering, zwaagt is verwelkoming. Dus de herinnering die je verwelkomt. En Jeevan ke Gaan, Jeevan is het leven. En Gaan is een lied. Gaan is muziek. Ik was 13 jaar, dames en heren, toen ik op 3 oktober 1975 naar Nederland kwam. Dat is lang geleden. En ik ben vanaf 1980 in Den Haag. En je bouwt een leven op. Maar ik kwam alleen en ik kon niet terug naar Suriname. Pas na 12,5 jaar ben ik weer teruggegaan. En het was een hele bijzondere ervaring. Om na zo lange tijd mijn moeder, mijn vader, mijn broers, mijn zus te zien. Ik had al die tijd hun nooit gezien, ook niet een foto. Ik had Chadin Raha, Jabgari Dwar per Rukal, Mausam Sundar Kham Thora Tej. जवान हंसते दरवाजा खोलिल जास दास जाकिट पहनले गाड़ी में से उतरल रिश्तेदार से मुलाकात बरसन बाद मुहारे सब चीज आसान जनाए माई रवंधा बाप के चेहरा पर हौसीला और कोई एकदम बेगरजी आड़े में से एक शक्ल निकल 12 बरिस बाद आंख गड़ाए उही बंदा पर
mogen mij le, haat het mij. Kaisen ristadar, kaun samband, na kuch bhaav, na koi prem, srif ek, srif dar ek sab ke parchhani ke. Kasoor to koi ke ek ye mein na hai, srif vakt ke jau hum sab ke pichhaad le. Ghar ke niche sab baithal, baat chit chalal, mausab badlat hai, ghar ke piche murga chillaye. अब धीरे धीरे संझा गिरी ये अच्छा दिन ढली जरूर ऐसे तो अब सबके जना है सब कोई के अब अपने के ताके के है जो हमार नाम गुहरावे है ये कोहरा के नरम लहरा से लपेटल मरल मैदान में सच है कि सपना के झलक रात सुहावन ना है तरह इसे भी ना फरल तो भी हम परखी तोर आवाज खूब जोर से मध्य मैते हाँ तोरे ही तो है ये आवाज जब हमार दिल के सींचत रहा हमार गम हमार हौसीला अरे आवाज ए आवाज खामोश में डूब गए कहे तुरे वी इज दार दी मैं नाम रूप्त इन deze eenzame wereld gevangen in de zachte golven van de nevel hoor ik het goed of is het maar een droom De avond is duister, geen ster te bekennen. Toch hoor ik jouw stem, heel helder en toch ook zo zacht. Ja, het is waarlijk jouw stem die mijn ziel bevochtigde, mijn verdriet, mijn glimlach. O stem, hey stem, verscholen ben je in de stilte, waarom? En die stem, dames en heren, is juist het meest belangrijke. Want die stem, die laat juist een geluid horen. Een geluid van wie je bent, waar je vandaan komt, wat heb je meegenomen. Die stem die wij, zeker hier in Nederland, in Den Haag, niet kwijt kunnen raken. Omdat die stem is wie ik ben. कर देना अपन सांस से उतार दे आरती आज हो इंदे को हुई खेल तोर खिचड़ी मोर खिचड़ी के और मिला दे हम सबके तोर मोक्ष में जहां तोर मन एकदम हम धीरे धीरे धो आज आज वही मौका है आज कबूल है वो आज हाँ आज ही आज 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 तोर खिचड़ी तोर खिचड़ी Thank you.
wethouder, we hebben u vandaag van een hele andere kant mogen bewonderen, als ik het zo mag zeggen. Waar komt dat zo vandaan? Ja, dat is het leven, hè. Nee, kijk, ik heb altijd geschreven. Ik schrijf heel veel. In het Nederlands, maar vooral ook in het Tsarnami. Kunt u ook uitleggen waarom u bewust voor het Tsarnami kiest in uw gedichten en uw verhalen? Kijk, Tsarnami is een taal waarin ik opgegroeid ben. Wat was mijn eerste taal? Is mijn native language, hè? Mijn moedertaal. En in die taal zit gewoon mijn emotie verscholen. Het is een taal waarin ik mijn emotie het beste kan uiten. Omdat ik ook een statement wilde maken. Kijk, wij zijn Hindoestaanse Nederlanders, Hindoestaanse Hagenaars. Ook Hindoestaanse Surinamers. Als het erop aankomt zijn we heel erg trots wie we zijn. Maar we werken er niet voor. We zijn lui. We zijn om de taal te ontwikkelen. Om de cultuur te behouden. Kijk. Vooruitgang, daar is niets mis mee. Maar ik vind het wel treurig dat een taal die mijn moedertaal is, nu eigenlijk aan het sterven is. Over één generatie zal er niemand meer spreken. Nou, dat doet mij pijn. Dus ik wilde in ieder geval die gedichten in het Tsarnami op de cd hebben opgenomen. Omdat ik weet dat mensen dat niet gaan lezen. Maar allicht zullen ze dit in de auto of gewoon thuis beluisteren, waardoor je nieuwsgierig raakt. Ik ben een schoolvoorbeeld van waar de wethouder Baldeelsing het net over had. Ik kan ook geen Tsarnami spreken, wat erg. Deze cd, ja, die belandt nu gewoon in mijn auto, daar ga ik naar luisteren. En dat moeten jullie ook doen. In een prachtige ruimte in het gemeentehuis van Den Haag, waar over enkele minuten een bijeenkomst van de NICCT gaat beginnen. De NICCT is een organisatie die zich inzet voor het informeren over de economische kansen in India en de kans voor ondernemers uit India in Nederland. Er komen vanavond een aantal interessante sprekers aan boord, zoals de wethouder van Den Haag, maar ook de ambassadeur van India. Zij willen wat meer vertellen over de kans voor ondernemers zowel in India als in Nederland. En ik ben benieuwd wat ze te zeggen hebben. This program is sponsored by the City of The Hague for the fifth year in a row. We are grateful
to the Deputy Mayor, Mr. Hank Cole, and his Economic Department for the strong support which we continue to receive from them year after year. Through various channels of information, we shall continue to inform our members in particular and the other stakeholders in general about the growing business opportunities between India and the Netherlands. Mr. Lakina, Chairman, Netherlands India Chamber of Commerce and Trade, my colleague, Ambassador von Sterlinger, Mr. Henk Kool, Alderman for Economic Affairs at The Hague, dear friends and colleagues. An occasion like this provides an opportune moment to reflect on the achievements of the past year as well as the challenges ahead in the context of the business and commercial relationship between our two countries. 2012 was a tumultuous year, a year when despite all the doomsday predictions, neither the Eurozone broke up nor did Greece leave the Euro. Our business relationship with India is not only about our exports to India. It is also about Dutch companies setting up big research centers in India, mainly in Bangalore and in Hyderabad, in order to tap the huge reserves of science graduates in India. Science graduates, we call it techneuten, that we in the Netherlands and we in Northwestern Europe don't have enough of. We try on our turn to attract Indian investments in the Netherlands, and we are very successful at that. We try to channel a large part of India's exports to Europe through our harbors and through Schiphol. And also at that, as you mentioned, we are very successful. I talked about big companies, Philips and Unilever, but the small and medium-sized enterprises, MKB, already plays a very important part in our business relationship with India and will increasingly do so. So it's a story from now on also and increasingly for small and medium-sized enterprises. But there is one thing I want to mention, because we are promoting ourselves for the last 10 years now as International City of Peace and Justice. It works. Everyone in the world knows that The Hague is the capital of legal justice. So that's good. But it is not enough. We also have to make business. Well, and in the slipstream of our promotion, International City of Peace and Justice, we now started our cluster security. We started a special program, The Hague Security Delta, but it really is a very important cluster, and I see a lot of opportunities for Indian IT companies and also a lot of companies in the city of The Hague to do business together. We collect a lot of businesses already and bring them together and try to find an open innovation how we can develop the cluster of safety and security. Already 10,000 people are working in the cluster of safety and security in the city of The Hague, and we like to let it grow the next 10 years with 20,000 people. Make it 3 times bigger than it is already. Meneer Kool, u heeft het over de opportunities, de kansen in India. Die zijn er plenty, volgens u. Maar waar ligt het aan dat die dan niet worden benut tot nu toe? Het gekke is dat wij heel erg gefocust zijn geweest op de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag. En die is natuurlijk groot. Dat zijn goede mensen, die brengen ons nieuwe cultuur. Dat mogen onze houten kaaskoppen, die kunnen dat wel een beetje gebruiken. Dus dat is allemaal prima. De warmte van de Hindoestaanse cultuur is uitstekend. Het zijn ook goede werkers, we hebben goede bedrijven. En dat heeft wellicht ons zicht naar de buitenwereld een beetje beperkt. Langzamerhand begint nu het besef door te dringen dat India eigenlijk een hele grote, belangrijke economische macht is. Daar gaan wij de komende jaren heel veel aan doen. Gelukkig is omgekeerd nu ook vanuit India het besef doorgedrongen dat als je Europese vestigingen wil creëren vanuit India hier naartoe, dat Nederland en dan ook nog met name Den Haag een hele goede springplank is voor Europese zaken doen. Bent u zelf wel eens in India geweest? Jazeker, en ook namens de gemeente Den Haag ben ik in New Delhi en Mumbai geweest. En ik begrijp dat we de burgemeester graag dit jaar ook nog een keer naar India wil.
Dus ik zal kijken of ik daarbij kan aanschuiven om ook daarvan toch meer een economische missie te maken. Wat is uw band met de NACCT? Ik ben een aantal jaren een van de bestuurders geweest van NACCT. Ik ben er niet zo lang geleden uitgestapt, maar heb natuurlijk nog steeds hele warme gevoelens voor de NICCT. U brengt die technologie over. Is dat met behulp van studenten en mensen van hier? Het zijn mensen van hier, omdat Nederland relatief gezien toch een heel hoog ontwikkeld land is. En heel veel technologie die wij als standaard zien, bijvoorbeeld in de wegenbouw of in de voedselverwerking of in de waterzuivering, is voor India toch wel nog steeds heel erg state of the art. Ik was altijd in de veronderstelling, en misschien wordt dat beeld ook een beetje geschetst door de media, dat India als opkomende economische grootmacht, hè, dat het met de technologie daar juist, dat die juist heel ver ontwikkeld is. Als je kijkt naar hele elementaire zaken, zoals waterzuivering, of voedselverwerking, wegenbouw, de basisvoorzieningen. Alle basisvoorzieningen. Dan zie je toch heel veel energie verspild worden. U maakte een vergelijking tussen Italië en India. Ja. En daarbij gaf u aan dat de investeringen vanuit Nederland naar Italië zoveel malen groter zijn dan naar India. Als je kijkt naar de Nederlandse export naar Italië is 22 miljard euro per jaar. Nou, dat is meer dan de Nederlandse export naar alle BRIC. Naar Brazilië, Rusland, India, China. Als u een oorzaak zou moeten aanwijzen, waar ligt dat? Is het alleen cultuur? Nederlandse bedrijven die exporteren natuurlijk daar waar het makkelijkst is. Met Italië hebben we dezelfde munt, de euro. We zitten in de interne markt van de EU. We spreken vaak de taal van Italië, van de Italiaan of de Frans of de Engels. We hebben dezelfde business culture. Kijk, en India is niet zo bekend bij de Nederlandse exporteur. Dus we moeten er ook voor zorgen dat en het Nederlandse publiek en de Nederlandse bedrijven meer geïnformeerd worden over wat betekent dat nou? Wat komt er nou voor kijken als je wil exporteren naar India? Mr. Lakina, you are the chairman of NICCT. What is the objective of tonight? To promote business and economic relations between India and the Netherlands. So this was an event to bring the members of the NICCT and other stakeholders for Netherlands-India business relations together. To inform them, to inspire them, and to influence them in terms of promotion of business between the two countries. What about small entrepreneurs and small business who may not have all the things you need to sustain that period? There are a number of companies with 5 employees or 10 employees. They have some valuable technology which is relevant for India. They are able to find a partner in India, so they need to work with the partners. The partners can develop the market for them. The partners can solve the local problems. Wat is uw band met deze organisatie? Ik ben lid van de NICCT. En ja goed, iedereen die een beetje met India zaken doet, die is ook lid van deze club. Indiaanse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, of Nederlandse bedrijven die naar India gaan, daar kun je ook als notaris een goede rol in vervullen. Omdat wij natuurlijk van HIT TV, hè, voornamelijk de mensen uit de diaspora gemeenschap belichten. Je zou toch verwachten dat op zo'n bijeenkomst dat die gemeenschap ook wat beter zou zijn vertegenwoordigd. Maar als ik hier achter me kijk, dan is het nogal wit. Nou ja, dat viel mij ook op en het is ook veel ons kent ons. En hetgene wat niet wit is, daar is ook een groot gedeelte van echt uit India afkomstig. Dus als je dat nog ernaast zet, dan zie je dat onze gemeenschap, de Surinaamse Hindoestaanse gemeenschap, echt achterblijft. Het was weer een geslaagde avond hier in het Stadhuis van Den Haag bij de bijeenkomst van NICCT over de economische kansen in India. Hier achter mij zijn de mensen nog gezellig aan het borrelen en wij gaan ze joinen. Tot de volgende keer bij een gloednieuwe uitzending van HIT TV.
Welkom bij Kashmir, een Pakistaans-India's tandoori-restaurant. We hebben 7 dagen in de week een lopend buffet voor maar €14,95. Daarnaast bieden wij ook andere specialiteiten aan. Ook bezorgen wij aan huis. Daarnaast biedt Kashmir ruimte voor 120 gasten voor al uw feesten en partijen. Tot snel bij Kashmir!